We staan hier in de subtropische kas. Hier is het relatief wat koeler dan in de tropische kas, maar warmer dan buiten. En hier overwinteren dus ook een deel van onze kuiplanten. Kuiplanten die brengen we zomers naar buiten en 's winters naar binnen, omdat ze het gewoon ja, buiten vinden. Zo, winter is te koud. Een van mijn favoriete kuipplanten is deze wollemiepijn. Hij is heel bijzonder omdat het is een levend fossiel nog. Hij is eerst gevonden als fossiel en daarna als plant nog in een kloof in Australië. Daardoor is hij ook heel zeldzaam. En nu is hij wel door de Australische regering over alle botanische tuinen in de hele wereld uitgedeeld. Zodat iedereen er één heeft in ieder geval. In het wild groeit hij alleen nog in Australië. Ja. Op één plekje, zwaar beschermd. Zelfs de onderzoekers weten niet precies waar, worden er met helikopter heen gebracht. Dat daar is een strelitzia en die staat hier vast. Die verhuist niet naar binnen of naar buiten. En volgens mij gaat die zelfs binnenkort bloeien, want er zit daar een bloeiwijs in. En die ziet eruit als een vogel, oranje met een blauw. Een heel opvallend, heel grappig paradijsvogel ding heet die, jouw bloem. Als mensen straks komen is de kans vrij groot inderdaad dat die bloeit.